In de bebouwde omgeving kan een warmtenet een goede oplossing vormen om woningen collectief van warmte te voorzien. De aanleg van een warmtenet is echter een omvangrijk project waarin veel partijen een rol spelen. Daarom hebben woningcorporaties, gemeenten en warmtebedrijven nauw samengewerkt aan het Startmotorproject. Hiermee kunnen zij samen op transparante wijze warmtenetten realiseren, met oog voor betaalbaarheid, leveringszekerheid en duurzaamheid. De Green Deal is inmiddels, zoals u heeft gezien, in de context geplaatst van het herstelplan voor Europa na de coronacrisis. En het project wat daarvoor het meest in aanmerking komt, is wat wij noemen de Renovation Wave. Dus als er op dit moment nou een schreeuwende behoefte is aan één project, dan is het wel die startmotor. Waarmee we grootschalig de kosten kunnen laten dalen van de verduurzaming van al deze woningen in Europa. Het komt dus als geroepen. Er zijn natuurlijk in Europa ambitieuze doelstellingen afgesproken die realiseerbaar zijn, maar waar heel veel investeringen voor nodig zijn. En de woningvoorraad en corporaties beheren een belangrijk deel van die woningvoorraad, nemen hun verantwoordelijkheid. We kunnen niet alles, maar we kunnen wel onze bijdrage leveren aan die klimaatdoelstellingen. De verduurzaming van woningen is niet zozeer een technisch vraagstuk, maar het is eigenlijk vooral een sociale transitie. En de uitdaging daarbij is vooral, hoe zorg je nou dat je mensen meekrijgt, hoe je huurders meekrijgt en woningeigenaren? Nou, ik snap heel goed dat huurders zich ook zorgen maken. Hè? Van, ja, er komen allemaal investeringen in het huis. Komen die van mijn rekeningen voor de corporatie of hoe zit dat dan precies? En dus is het heel erg belangrijk dat er een transparant kostenmodel is. Wat zijn de kosten en baten, zowel voor de corporatie, maar ook voor de huurders, zodat iedereen kan zien, wat betekent dit nou precies voor mijn portemonnee? Kennis delen met corporaties, maar ook met gemeenten, andere overheden, energiebedrijven is cruciaal om tot een goede oplossing te komen. Nou, wat je bijvoorbeeld mooi is om te zien, is de spin-off van het startmotorproject. Dus je ziet nu dat de afspraak over de transparante business case die we gemaakt hebben tussen de woningcorporaties en de warmtebedrijven, dat daarvan de gemeente VNG hebben gezegd en het Rijk, we vinden dat zo mooi, we willen dat graag toepassen bij de wijkgerichte aanpak op landelijk niveau. Wat ik het bijzondere vind aan een startmotorproject is dat we beginnen met het verduurzamen van woningen van mensen met de laagste inkomens in Nederland, namelijk dus corporatiewoningen. Dat is op zich niet logisch, maar als dat lukt, op een betaalbare manier, dan kan het overal in mijn ogen. Niet alle landen zijn even geschikt om deze aanpak toe te passen, maar alle landen kennen een vorm van sociale huisvesting, affordable housing, zoals dat dan op Europese schaal heet. Niet altijd op dezelfde manier georganiseerd, maar altijd wel met dat ene kenmerk. Eén eigenaar bezit vele woningen en de bewoners hebben over het algemeen geen dikke portemonnee. Die startmotor is dus voor heel Europa ongelooflijk relevant. Wat heel belangrijk is dat we schaal maken, dus dat we op grotere schaal werken zodat de doelstellingen gerealiseerd kunnen worden en misschien zelfs al wat eerder. En dat er een wijkaanpak is dat we dat samen met huurders kunnen doen. Want dat is natuurlijk heel belangrijk voor het draagvlak, maar ook voor de transparantie. Innovatie en samenwerken, dat zijn de twee cruciale factoren waarmee we de startmotor tot een succes kunnen maken. En vanuit Brussel kunnen we daaraan bijdragen, de samenwerking over de grenzen heen trekken, de innovatie nog Europeser en met Europees geld financieren. En dan kunnen we dus het succes versnellen.